kijkt u naar het verhaal van Peter Bastiaanse. Hij runde jarenlang in Utrecht een modezaak die zijn vader ooit was begonnen. De herenmode van Bastiaanse liep zo goed dat hij werd uitgebreid. Eerst naar de tuin en niet lang daarna wordt zelfs het huis van de buurman erbij getrokken. Het zijn gouden tijden voor de familiefirma Bastiaanse. Ik was 5 jaar toen. Ik was de 5e generatie die uiteindelijk ook in de textiel ging. Het is voor mij altijd een druk geweest om in de zaak te gaan. Ik vond computerprogrammeur of cameraman vele malen leuker. Alleen de druk van de familie, het voorzetten van het bedrijf, de naam, die was zo groot dat ik weinig keuze had. Uiteindelijk deed mijn vader me ook een financieel voorstel waar ik gevoelig voor was en eigenlijk toch in de zaak beland ben. En ik heb daar heel wat kleding gekocht voor mijn man bij Bastiaanse. Ja, mooie herenmodezaak. Het tij keert. Als de naburige supermarktketen wil uitbreiden, doet Peter de zaak van de hand. En daarmee komt een einde aan de lange Bastiaanse dynastie. Dus wat mij betreft, ik heb er wel geld liggen, Bastiaanse.